Met 2017 voor de deur is het weer tijd voor de jaarlijkse lijstjes. En die heb ik ook. Dus ik wil graag drie aandelen bespreken die ik voor 2017 in portefeuille heb. Nou, variërend qua risico van defensief naar zeer speculatief heb ik in portefeuille Unibail Rodamco, PostNL en Fugro. Eerst eventjes naar de beurs in de algemeenheid. En helaas moet ik zeggen dat ik voor 2017 niet bijzonder positief ben gestemd. Niet als het gaat om bijvoorbeeld de VS, wegens oplopende rente, uiteindelijk duurder wordende dollar en de druk die dat gaat hebben op de export van de Amerikaanse economie. En ja, als je kijkt naar de waardering in de VS, dan zijn een heleboel aandelen gewoonweg niet goedkoop. Sterker nog, ze zijn misschien nog nooit zo duur geweest. En dat betekent dat er in mijn optiek daar weinig opwaarts potentieel is. Kijk je dan naar onze eigen AEX, ben ik ook niet heel positief. Waar heeft dat mee te maken dat er eigenlijk vier aandelen zijn die bijna de helft van de waarde van de AEX bepalen? En dan hebben we het over bijvoorbeeld Unilever. Unilever in mijn beleving nog steeds erg duur. Shell heeft nog wat opwaarts potentieel. ASML ook aan de dure kant. En ING, ja, dat lijkt goedkoop, maar is ook wel een aandeel wat altijd aan veel risico's blootgesteld is. Dus dat betekent voor mij dat ik in zijn algemeenheid niet heel positief ben gestemd over de AEX. Gewoonweg omdat de gemiddelde waardering aan de hoge kant is. Maar het goede nieuws, als je goed zoekt, dan gaat stockpicking zeker lonen. En dat is ook wat ik altijd doe en ook voor 2017 weer ga doen. Aandelen selecteren die ondergewaardeerd zijn in mijn optiek of juist daardoor veel opwaarts potentieel hebben. Begin ik bij Unibail Rodamco, heb ik sinds een paar weken in portefeuille. En ja, op basis van de huidige waardering kan ik niks anders doen dan die aanwijzen als een van de favorieten voor 2017. Niet omdat dat een aandeel is wat 30% kan stijgen, maar wel omdat het een aandeel is wat een procent of 10 opwaarts koerspotentieel heeft, 5% dividendrendement uitkeert en vooral weinig risico kent. Dus een zeer interessante belegging voor degene die op zoek is naar minder risico of een stukje stabiliteit in portefeuille. Nou, waarom is dat aandeel zo interessant? Juist omdat het behoorlijk afgestraft is wegens angst en ook wat in praktijk daadwerkelijk plaatsvindt, een oplopende rente. De rente loopt op en dat is nadelig voor de financiering van vastgoed. Nu is het zo dat Unibail Rodamco, het management daarvan, heeft goede stappen gezet in de afgelopen jaren. En onder andere de duration, dus de rentegevoeligheid van haar leningenboek, teruggebracht. Dus een hogere rente raakt niet direct de winstgevendheid van Unibail Rodamco. Nou, daarnaast is het zo dat de waarde van de vastgoedportefeuille per aandeel bijna €200 is. En dus een kleine premie wordt betaald op de aandelenprijs. Nou, ook het management is zeer sterk, dus Unibail Rodamco is een van mijn favorieten. En met 5% dividendrendement en 10% koerspotentieel, een solide investering. Tweede aandeel, PostNL. PostNL is veel in het nieuws geweest in de laatste maanden van 2016. Waarom? De overname door bpost, de vijandige overname die er uiteindelijk niet kwam. Management van PostNL ging ervoor liggen, maar ook de overheid dreeg beschermingsbarrières op te werpen. Dat heeft de koers flink teruggeworpen, maar met zicht op een mogelijke dividenduitkering eind 2017 is het aandeel wel degelijk aantrekkelijk gewaardeerd. Wie kijkt naar de winstgevendheid van PostNL wordt niet vrolijk, maar kijk je operationeel, dan kun je wel degelijk vrolijk worden. En op het moment dat het eigen vermogen weer positief is, dan zal PostNL de dividenduitbetaling weer gaan hervatten. In beginsel een klein dividend, maar rekenen met 40 cent winst per aandeel en een beleid van 75% dividenduitkering, ga je spreken over een dividend van rond de 30 cent per aandeel over 2018. Nou, relateer je dat aan de huidige koers van om en nabij de €4, dan hebben we het ook daar over een goedkoop aandeel. En zou het mij niet verbazen als het aandeel langzaam oploopt naar de prijs die bpost eerder bood op aandelen PostNL. €5,75 per aandeel. Dan gaan we naar nummer 3 voor 2017 en dat is een hele speculatieve. Dat betekent enige downside, maar heel veel upside en dat geldt namelijk voor Fugro. Fugro heeft zware klappen gehad. Het zag de omzet teruglopen, heeft fors moeten saneren, maar daar lag ook de kracht. Het management heeft stevige ingrepen gedaan, zowel als je kijkt naar de financiële balans, maar ook naar de operatie. Bijvoorbeeld door ontslagen te doen of de schulden te herstructureren, wat uiteindelijk ertoe leidt dat er, wat operationeel resultaat betreft, zeker licht aan het einde van de tunnel is. Maar ook als je kijkt naar een olieprijs die oploopt,
dat er gewoon weer heel veel potentie in het aandeel Fugro zit. Die olieprijs is wel een hele belangrijke, maar stel dat de olieprijs oploopt naar 60 of zelfs 70 dollar, dan zie je een hele mooie operationele marge voor Fugro. En is dat een aandeel wat bij een hogere olieprijs misschien wel zou kunnen verdubbelen.